vaccineren op het ritme van de leveringen, maar we vaccineren eigenlijk op het ritme van de winsthonger van Big Pharma. Meneer de minister, een jaar geleden stonden wij hier met een voorstel in het parlement om van het COVID-vaccin publiek goed te maken, om ervoor te zorgen dat winstlogica, monopoliepositie en patentwetgeving geen rem zouden zijn, eens het vaccin beschikbaar zou zijn, zodat het overal geproduceerd zou kunnen worden en beschikbaar zijn. En wat zien we? We zijn een jaar later. En het is zover. Hè. We zijn volledig afhankelijk van 2-3 multinationals die beslissen wie dat wanneer gevaccineerd kan worden, aan welke prijs. Hè. Die 2-3 multinationals die hebben meer te zeggen dan iedereen hier samen, bijvoorbeeld in het halfrond. En de arrogantie van Big Pharma die liep de laatste dagen echt de spuigaten uit. Hè. Pfizer door met de dosissen te foefelen. Hè. 3 miljard euro extra winst in de pocket per jaar. Hè. En AstraZeneca, die komen het contract niet na. Er zijn stocks verdwenen. En die komen gewoon niet opdagen op de vergadering. Voilà. Zo doen die dat gewoon. Die zijn zo arrogant. Maar aan de andere kant zie ik ook dat er beweging is. Hè. Er is discussie. En vanmorgen hebben we allemaal gezien dat mevrouw Gwendoline Rutte vraagt, net zoals wij, hè, dat het COVID-vaccin effectief een publiek goed zou worden. Hè. Ze heeft gezegd, laat ons de patentwetgeving loslaten. Hè. En anderen hebben dan geantwoord, ja, maar nee, het is dankzij de vrije markt dat dat vaccin er gekomen is, maar vrije markt. Wie heeft er hier de vrije markt gezien? Hè? Daar is massaal publiek geld naartoe gegaan. Pfizer en AstraZeneca samen meer dan 4 miljard dollar publiek geld. En wij hebben dan ook nog eens de vaccins aangekocht. Het gaat erover hier, en wat zien wij? Dat de overheid, dat wij alle lasten op ons nemen en de winst, die gaat naar de aandeelhouders. En dat is het grote probleem. En dat zorgt ervoor dat dat vaccin niet beschikbaar geraakt, niet geproduceerd geraakt overal. En dat gaat levens kosten. En dus mijn vraag is aan u, wat gaat u ervoor doen opdat de patentwetgeving losgeraakt en dat het COVID-vaccin een publiek goed kan worden? Bedankt. Wat ik wel wil zeggen, mevrouw Merks, is deze discussie en de patentendiscussie lost het probleem waar we hier en nu voor staan niet op. Meneer de minister, vandaag zijn er veel mensen effectief aan het wachten op een vaccin. Oma's en opa's, onderwijzers, mensen ook in derde wereldlanden. En we vaccineren en we hangen eigenlijk volledig af. U zegt, we leveren op het ritme... we vaccineren op het ritme van de leveringen, maar we vaccineren eigenlijk op het ritme van de winsthonger van Big Pharma. Dat is de realiteit. En dus ik ben het niet met u eens dat de patentproblematiek dat we daar niet vandaag over moeten. En als we uit die pandemie willen geraken, dan moeten wij nu de patentwetgeving in vraag stellen, want het productieproces is er, de technologie is er. Pfizer heeft een zeer efficiënt vaccin. Waarom kan dat niet overal geproduceerd worden? Omdat ze hun kennis niet willen delen en omdat ze winst willen maken. En dus wij gaan verder in België, maar ook elders, om op te komen voor een universele toegang van het vaccin. En ik had van u als socialist ook verwacht dat u daar harder achter zou staan.